Meneer de minister, ik ga beginnen met twee feiten aan te geven. We hebben langs de ene kant een luchthaven van Zaventem, de tweede grootste economische pool van ons land. Ongeveer 64.000 werknemers, direct en indirect. Het gaat over veel mensen, dat is de broodwinning van die vele mensen. En dankzij hun kunnen wij, dankzij die tienduizenden mensen, kunnen wij morgen op verlof gaan. Dankzij die mensen die zich inzetten, elke dag opnieuw. En het is een zware job, ik weet dat. Het is een zware job en die mensen hebben dikwijls geen sociaal leven. En ten tweede hebben we natuurlijk de studie van de Bond Beter Leefmilieu. En die zegt dat 100.000 mensen slaapproblemen hebben. En door het geluid van de vliegtuigen. En dat is een ernstig probleem. En dat moeten we ook aanpakken, natuurlijk. Maar hoe gaan we dat oplossen? Dat is de vraag. Deze week hebt u voorgesteld om alle nachtvluchten te verbieden en voor bepaalde perioden strengere normen te hanteren. Maar hopelijk kan u toch wel begrijpen dat dit voor veel onrust zorgt bij de werknemers op de luchthaven. Beeld u eens in hoe dat binnenkomt als u zoiets in de krant moet lezen. Zoals de vakbonden zeggen, met wat er nu op tafel ligt, zou dit kunnen 14.000 banen op spel zetten. En ik herhaal nog eens, het lawaai moet aangepakt worden. Daar ben ik mee akkoord. Maar, allee, waarom denkt u niet aan een Europees kader? U kan regels maken, zodat overal in Europa de meest lawaaierige vliegtuigen sneller vervangen worden, bijvoorbeeld. Er is daarover al veel nieuwe technologie en dat zorgt al voor de helft minder lawaai. Hebt u daar voorstellen over in het kader van het Europees voorzitterschap van België volgend jaar? Of waarom geen ambitieus plan om de omliggende woningen te isoleren? Of waarom nog altijd geen hoge snelheidstrein naar de luchthaven? Dat zou ook een optie kunnen zijn, meneer de minister. Waarom, mijn laatste vraag, waarom hebt u geen overleg gehad met de vakbonden? Waarom hebt u geen overleg gehad met de werknemers die heel wat innovatieve voorstellen hebben? De mensen die er werken moeten, mevrouw Vindevogel, in correcte omstandigheden kunnen werken. We kunnen toch niet accepteren dat Brussel Nationaal geluid vuilbak van Europa zou worden en dat alle luide vliegtuigen naar hier zouden worden gestuurd. Het is goed dat u overleg pleegt, maar wat dat ik niet begrijp, dat u in die hele periode er niet aan gedacht hebt van eerst met de vakbonden ook samen te zitten. Want die mensen hoor ik nu allemaal zeggen dat ze niet akkoord zijn, dat er een probleem is. Dus ik vraag toch aan u dat u dringend werk maakt om rond tafel te gaan zitten, ook met de vakbonden. En voor ons is die werkzekerheid superbelangrijk, één. En ten tweede, u hebt zitten knikken als ik sprak over het Europees voorzitterschap, dat er een kader moet komen op Europees vlak. Volgend jaar zijn jullie voorzitter. Dus ik stel voor dat er inderdaad een kader gecreëerd wordt, dat er een oplossing komt voor heel Europa. Want anders kunnen de vliegtuigen terug naar een ander land gaan en heb je geen enkele oplossing. Dus ik doe echt een warme oproep. Zorg dat er een Europees kader komt, zodanig dat het een oplossing is voor iedereen. En zorg ervoor dat de jobs behouden worden op de luchthaven.